ben vliegtuigen aan het spotten met mijn opa. Wat bent u aan het doen vandaag? Eigenlijk zoals ik elke dag doe, eventjes spotten en dan ga ik weer naar huis. Ik woon aan het eind van de baan, dus het is niet ver. Ik ben hier bij de vliegtuigspottersplaats om te kijken naar de vliegtuigen. Vroeger heb ik veel zelf in gezeten, vliegtuigonderhoud gedaan onder andere. Zo, het vliegtuigspotten zit gewoon een beetje in je. En wanneer is dat begonnen? Ik denk toen ik een jaar of 12 was. Toen ging mijn vader voor de eerste keer voor de KLM werken. In de IRA vroeger, op oude Schiphol. Ik woonde aan de rand van Haarlem en het was oude Schiphol er alleen nog maar. En toen vond ik het ook wel buitengewoon leuk om met de fiets daar naartoe te gaan. En dat ben ik eigenlijk blijven doen. Ik neem nu mijn kleinzoon mee, want hij is ook een beetje helemaal gek van vliegtuigspotten natuurlijk. Ja, het is een leuk dagje uit. En wat is het allerleukste wat je hebt gezien? Nou, een Boeing 747 van KLM die net opsteeg. Ik vind het gewoon hele mooie dingen. Wat is je lievelingsvliegtuig? De Lockheed Constellation. Het is een oud vliegtuig. Hij heeft vier motoren en hij is een beetje grijs. Het mooiste wat hij hier gezien heeft? Nou, dat was met de sneeuwperiode dat hier van die gigantisch grote machines bezig waren om de baan sneeuwvrij te maken. Dat vond ik echt heel geweldig. Ik blijf het leuk vinden. Ik weet niet hoe het komt, maar ik weet niet wat vandaan komt, maar het is wel zo.